Hij heeft er geen probleem mee om in de hozende regen te demonstreren, dus Nate Treadwell kan wat aan. Maar toen Trump 2 jaar geleden won, had hij het echt moeilijk. I got blind drunk and fell asleep, very depressed. And I joined DSA, I joined the Democratic Socialists later that day. The day after Trump won? That's right. Why? We need an alternative. We do not have an opposition party in the United States. Nate vindt dat de Hillary's en Obama's van deze wereld alleen opkomen voor hun rijke donateurs, niet voor de gewone man. En hij staat niet alleen. Onder democraten is socialisme opeens populair. Kapitalisme kan rekenen op steun van 47% van democratische stemmers, maar socialisme scoort hoger met 57%. Socialisme was altijd een scheldwoord in de VS. Je kon er in de vorige eeuw zelfs je baan om verliezen. Maar nu wordt het omarmd door politici die soms zelfs linkser zijn dan sociaaldemocraten in Nederland. Zo willen ze de zorg nationaliseren. Dat wil zeggen verzekeraars opheffen en de ziekenhuizen laten runnen door de overheid. Ook willen socialisten een hoog belastingtarief van 80%. Alexandria Ocasio-Cortez en 2 andere socialisten worden hoogstwaarschijnlijk in november het parlement ingestemd. De president houdt zijn achterban dat voor als een schrikbeeld. The Democrats embrace socialism. We're not going to be Venezuela. You see what's happening? What do we do? What do we do? Advocaat Nate denkt dat Trump zich inderdaad zorgen moet maken. I think the president is right to be scared on behalf of all of the billionaires that he represents, because we're coming for his money and his power. En de socialisten zeggen dat zij de Democratische Partij zullen overnemen. Erik Mouten, RTL Nieuws, New York.